Geachte heer Van Dis, graag wil ik u hierbij hartelijk danken voor alle moeite die u en de VPRO zich hebben getroost om mij afgelopen donderdag in de ijsbreker te Amsterdam te ontvangen. Dat ons gesprek afgelopen zondag het beeldscherm niet haalde, was voor mij teleurstelling nog verrassing. Voordat tenslotte vrijdagmiddag mij het telefoontje bereikte dat er iets was misgegaan bij de opname, bekroop mij zelfs het angstige gevoel dat de VPRO bij wijze van grap ons weinig serieuze familieoptreden nog zou inpassen in uw ernstige programma. Waarbij ik dan niet alleen uw reputatie op het spel zou hebben gezet, maar ook de kans om te zijner tijd een goed televisiegesprek met u te voeren over mijn dan inmiddels voltooide roman voorgoed zou hebben verspeeld. Ze is vrolijker en opgewekter dan ooit. Hebben we ons daarvoor zo uitgesloofd om er bij Van Dis te krijgen? Het was toch de bedoeling om er voor instorten te behoeden dat we hemel en aarde hebben bewogen om althans die opname in de ijsbreker te laten doorgaan? Ze leek wel opgetogen toen ze hoorde dat ze eruit geknipt was. Zou Job haar soms pilletjes tegen reactieve depressie hebben gegeven of zo? Jullie snappen het niet, hè? Maar ik wel. Mama is blij dat ons televisieoptreden niet is uitgezonden, omdat mijn poëzievoordracht eraan ontbrak. Waarom was ze eigenlijk niet op tijd? En omdat die lui van de VPRO te beroerd waren om bij die opname even op mij te wachten, heeft mama de VPRO gewoon verboden om ons aandeel in het programma uit te zenden. Thijs, het was nooit de bedoeling. En doordat ze die andere kandidaten nou moesten oprekken, werd het een behoorlijk saaie aflevering. Dus zijn ze nu maar wat blij dat mama terug wil komen. Dus als ik jou moet geloven, dan... Maar mama doet het nu pas als het boek in de winkel ligt. En dan zorg ik dat mijn gedicht binnen ook lekker klaar is. We moeten dus maar blij zijn dat Thijs niet is komen opdagen. Anders hadden we nog de kans gelopen dat al die onzin nog was uitgezonden ook, begrijp ik. Hoe bedoel je dat? Kom, ja. Even rustig gaan, zo. Even rustig gaan, nou maar even rustig van bij. Wat doe je dan, doe je dat? Thijs, kom hier. Thijs, kom hier. Kom hier. Kom hier, zeg het. Thijs, kom hier. Hey. Mijn krant was even gevallen en toen wou ik hem oprapen en toen... Ah, tjikkie! We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat. We weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak. Het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Voor mij niet hoor. Moet je niet ontbijten. Niemand de deur uit zonder fatsoenlijk ontbijt. Was het niet altijd zo? Ik heb wel ontbeten. Dus ik sta dit omeletje voor Piet Snoep te maken? Dan eet je dat toch lekker zelf even op, hè? Met je lekkere kontje. Ik ben al uren in touw. In touw? Ik was al lang op toen jullie nog op één oor lagen.
één oor. Hij lag op twee oren. Dat heeft hij wel horen, hè? Dan moet je horen, hè? Jullie nog allemaal lagen te ronken, had ik al een rondje jok achter mijn rug, ja? En een knallende ruzie met onze tuinman. Die kapitein Adams is echt knettergek. Die had Roeland in de garage opgesloten. Die arme kat was helemaal overstuurd. Waarom deed hij dat nou? Omdat hij op zijn begonia's wou plassen. Nou ja. Wat geeft dat nou? Is het ook zo vaak achter de rode om dingen ons te schijten? Is hij nou helemaal gek geworden? Hij kan toch hier wel even binnenkomen en gewoon naar de wc gaan? Oh, nou, dan mag jij proberen om hem rustig op die pot te houden. Het is me één keer gelukt om in het fonteintje te laten plassen. Of erin. De meester vloog ernaast. Jij hebt James gezegd dat hij hier beste tuinman mag uithangen, maar dat het nog altijd onze tuin is en mijn kat. Oh. Heel goed, Thijs. Laat Roeland zijn gang gaan en we hebben scheid aan de begonia's. Ja, hiermee mag toch wel duidelijk zijn dat Roeland van hiernaast is. Roeland maakt zelf wel uit van wie hij is, hè, Roeland? Niemand is van iemand. Ach. Waarmee is duidelijk dat Roeland van hiernaast is? Nou, een mens doet het doorgaans het liefst op zijn eigen wc. Maar een rechtgeaarde huiskat die kakt bij voorkeur bij de buren. Nou ja. Nou, voor zodat ze daar bij Flinterman allemaal grote stukken gaas over hun bloembak hadden gedaan, scheet een zeekje daar bij jullie ook altijd een heleboel onder, hoor. We zijn weer thuis, maar ik laat jullie nu even alleen met deze kwestie. Have a nice day. Have a nice day? Wat bedoelt ze daar nou mee? Let me guess. Ze wensen ons een prettige dag, yes? Waar ga je nou naartoe? Zeg ik niet. Ik bedoel, kan ik je nog ergens naartoe brengen? Ik ga ook zo. Naar Marjolein Koopmans? Ook, ja. En hier en daar nog wat zaakjes regelen? Waarom breng je niet eens een keer mee hier naartoe? Vanavond, bijvoorbeeld. Oh, nou, goed. Ik zal... Doe jij geen onbesuisde dingen? Zoals? Nou, kasten omgooien en zo. Ik gaf hem voor de grap een duwtje tegen. Er is kennelijk iets dat ongekende krachten in mij losmaakt. Doe een beetje kalm aan. Pas goed op jezelf. Nou zeg. Hoe laat was jij wel niet thuis vandaag? Weet ik niet. Ik heb niet op de tijd gelet. Ik wel. 3:17. Nou en? Kunnen we met eten op je rekenen? We gaan vanavond met z'n allen naar Royaal. Goed? Valt er wat te vieren? Tot vanavond. Spreken we daar dan af? En hoe laat dan? We drinken eerst hier iets. En doe een plezier. Ruim een beetje op. En trek iets behoorlijks aan. Hè? Het was jouw medisch advies en dat niet alleen. Je hebt je er ook voor ingezet haar niet te confronteren met de harde werkelijkheid dat Leo Bussenberg haar maar wat voorgespiegeld had en dat de VPRO van niks wist. Je wist nou blij dat het zo gelopen is. Zolang ik het niet begrijp, weet ik niet of ik nu wel zo blij moet zijn met de reactie tot dusver. Men zou toch verwachten dat ze op zijn minst enigszins teleurgesteld zou zijn? Zoals ik al veronderstelde, ging het haar niet zozeer om die televisie als wel om haar ontmoeting met die Van Dis. Dat verklaart nog niet. Haar regelrechte opgetogenheid. We hebben het er nog wel over. Ik moet nu oppakken. Ik zit midden in mijn spreekuur. Ga nog maar even door. NOP Z plus spiegel E en op rugliggende E. Oké, ik zal het kort houden. Wat heb je haar gegeven? Placebo! Een trouwring en een bos bloemen. Wat zeg je nou? Omgekeerde E. Ik zei niks. Ik zei placebo's, dat is toch niet niks? Ik zei... Kan jou het nou schelen wat die Tom Hofman die Babette geeft? Wat lul je nou? Hoor ik dat goed? Ik maakte expres een klein foutje, omdat ik de indruk heb dat u niet goed naar me luistert. Z-T-O-L-N. Mag toch wel een grapje maken? Je hebt nou toch je het in je hart suiker. Donder jij toch op, ga jij de kat neuken? Wordt gebeld, hoor. Ja, er wordt gebeld, ja. Ik ben met Knallenburg over moeder aan het bellen. Wat is er met mama? Hallo? Systeem snellen. Proefletters volgens dokter Straub, drukkerij Lamieris. Wat? Nadruk verboden. Ziet u wel? Kijkt u van op, hè? Jongen, jongen. Ja. Weet u dat ik het ook kan met de kaart ondersteboven? Het is niet waar. Ik kan het zelfs. Nee. Helemaal zonder kaart. Dus ik zeg tegen die groenteman, zeg groenteman, wat eten we vandaag? Dat is pom 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 la 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 la. Wat is dat lang geleden, hè? En oh, wat was ik toen verliefd. Op de groenteman. Op Gerardje. Hij zat in de hoogste klas en wat keek ik tegen hem op. Wat heeft het nou met de groenteman te maken? Nou, daar kom ik net vandaan.
Ben je nou verliefd op de Groenteman? Nee, dat is een liedje. Oh, de Groenteman is een liedje. Van een radiorubriek, ja. Ver voor jouw tijd. Maar hoe kom jij daar nou? Nou, op de fiets. Maar ik zeg, goh, wat ziet die sla er mooi uit. Is die bespoten met giftige insecticide? Zegt hij, nee, dat moet hij bij de drogist halen. Fijn dat u ons dat even kan mededelen. Nou, ik kom eigenlijk alleen maar even langs. Langs? Je bent hier nu binnen, hoor. Moet ik de boodschappen soms in de tuin zetten? Boodschappen? Ja, Gerard en ik komen hier vanavond eten en ik heb beloofd om te koken. We eten vanavond in Royal. Dat had ze dan wel eens eerder kunnen zeggen. Ze kwam pas vanmorgen op het idee. We hebben iets te vieren of zo, hè? Ik hou mijn hart vast. We hadden vorige week een duidelijke afspraak gemaakt. Dat is ze dan duidelijk vergeten. Ja. Ik mankeer niks. Hoor eens, je komt hier zomaar mijn spreekuur binnenvallen. Een groot opgezet. Het spijt me als ik u daarmee wellicht choqueerde. Maar tijdens het omkleden dwaalde mijn gedachte even naar elders. Voor een groot opgezet. Sorry. Uitgebreid en grondig onderzoek heb ik hier geen faciliteit. Ach. Afgezien van pestplanus. Wat had ik? Platvoeten, gefixeerd. En als u daar geen klachten over heeft, mijn algemene indruk is dat u zo gezond bent als wat. Nou? Wat nou? Als wat? Oh, als een vis. Een vis? Ja, als dat de gewoontjes voor u is, wil ik ook wel zeggen, zo gezond als een vogelbekdier. U zegt het maar. De witjassen van Medisch Centrum West, die worden bedankt. Medisch Centrum West? Kun je mij beter nooit mee te maken krijgen. Dat is me daar toch een knoeiboel. Daar kan ik u verhalen van vertellen. Dat dat nog steeds bestaat. Maar met wat voor klachten ging u daar eigenlijk naartoe? I just dropped by for a check-up. En toen verzekerden ze mij daar dat ik amper hooguit 1 maand te leven had. And that's almost 1 year ago. And I'm still alive. But what was er dan with you aan de hand volgens die netdokters? Daar heb ik niet meer naar geluisterd. Als het dan toch zo is dat je nog maar een paar weken te leven hebt, wat maakt het dan nog uit? Mijn hart. Dat was het. Het was op. Uw hart tikt als een reiswekker. Tenzij u zelf iets aan wilt doen of een ongeluk overkomt, dan zie ik u niet 1, 2, 3. Oh nee. Oh jee. Hè? In het zicht van de naderende dood heb ik op de naar nu blijkt mij valselijk voorgespiegelde valreep niet alleen al mijn geld weggegeven, maar ook nog eens even zo'n berg schulden gemaakt. Ai. En dan vertelt u mij, God beter doodleuk, dat ik voorlopig nog niet dood ga. Wat moet ik doen? Tja. Wacht even. Henk Born. Wie bent u eigenlijk? Ach, wat doet dat ertoe? Sorry, maar deze gezonde vis heeft helaas geen boter op zak. Dokter Knallenburg, heeft u inmiddels geregeld dat ik op de televisie kom bij Linda de Mol? Nee. Hoor eens. Heel goed. Ik heb er nog eens over nagedacht. En ik zit eigenlijk liever bij Legien Komkamp. Love is a many splendid thing. Wat nog aan toe? Wat heeft die Bussenberg hier een bende van gemaakt? Albert. Nou. Oh, meneer Van Rossum, ik vind het heel leuk dat u Leo Bussenbergs kantoortje voor me uitruimt. Maar eerlijk gezegd, geloof ik dat u even wat anders aan uw hoofd heeft. Ga even zitten, Hetteke. Meneer Van Rossum en ik... Wij houden van elkaar. Leuk. Ik bedoel, fijn. Maar ik kwam u dus even vertellen dat ik heb besloten om hier weg te gaan. Wat is dat nou? Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de kwalijke gang van zaken rondom de mislukte uitgaven van mevrouw van der Hoed's roman en het van Disney-bakel. En ik trek eruit mijn conclusies en ik vind dat ik moet opstappen. Hattie, jij hebt me juist geholpen toen Leo het opgaf. Het waren niet zozeer uw literaire aspiraties die mij daartoe aanzetten, mevrouw van der Hoed. Uw roman vond ik eerlijk gezegd niet veel zaaks. Zeg maar gerust prutswerk. Helemaal mee eens. Prutswerk van Leo Bussenberg dan wel te verstaan, hè? Spijt me, maar ik kan niet op zijn plaats gaan zitten. Zijn ontslag... Leo heeft zich ziek gemeld. Ik heb hem een fruitbakje gestuurd. En een bos bloemen. Gladiolen. De geprezen en verguisde WHO gaat nu Bussenbergs lang gekoesterde en steeds weer uitgestelde droom sponsoren zijn beklimming van de Parnasse. Hij kan zich nu onbekommerd wijden aan zijn grootste hartstocht, de poëzie.
Esraan Perzen niettemin toch met hem te doen wil hebben, Hetty, dan staat niet zo in de weg de neerslag van zijn arendsvlucht op te vangen, in boekvorm te gieten en te verspreiden. Ik zijn gedichten uitgeven, hoe... Ik benoem jou tot mijn opvolger. Van nu af aan ben jij de baas in dit uitgevershuis. Nou? Reuze idee van je, Nel. Maar er zijn wel twee voorwaarden verbonden aan deze erfenis. De naam blijft Van Rossum en jij gaat akkoord met de uitgave van Nels roman, waarover wij ons samen zullen buigen en die ik persoonlijk zal redigeren. Ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. Oh, anders ben je toch ook niet zo op je mondje gevallen? Ja, nee. Eigenlijk hebben we dit allemaal aan Leo te danken. Na mijn martelgang langs een bonterij uitgeverijen was hij de eerste die wat in me zag. Hij mag het dan zelf verprutst hebben, dankzij hem vonden wij elkaar. Toen Nel, daags na die met moedwil en misverstand opgevoerde schijnvertoning bij Van Dis hier op de uitgeverij kwam om haar oorspronkelijke en onbewerkte manuscript op te halen, trof zij daar mij aan. Ook in tranen. Tranen van ontroering. Ik had zojuist het laatste bloknootvelletje van haar onopgesmukte levensverhaal gelezen. En ik wou maar één ding. Haar ontmoeten. En daar was ze. En ik had nog wel die idiote jurk aan die ik samen met Tineke voor mijn televisieoptreden in de uitverkoop had gekocht. Maar die ik daar toch niet aan dorst. O ja, Hetty. Nog even dit. Wat mag de reden zijn dat jij op het laatste moment een, achteraf bezien gelukkig vergeefse poging ondernam mijn boek gereed te maken voor mijn televisiegesprek met Adriaan van Dis? Zoals je zelf al zei, liep je niet direct warm voor haar papieren kind. Nee, maar dat deed ik wel. Voor Simon. Ik zal het u maar zeggen. Ik hou van hem. En hij? Van jou. Ja. Ja. Kan ik even wat bestellen? U kunt het wellicht proberen. Oké, ik waag het erop, een koffie. En zeg even tegen Robbie dat ik er ben. Een kopje koffie, meneer Zwanenpark? Een kopje graag, ja. Sorry dat ik vergat dat erbij te zeggen. Dat zal nog wel lukken, maar wat uw tweede verzoek betreft, daar begin ik niet aan. Nee. Vorige week is mijn ex-baas, de heer Rob van Zijl, met zijn vrouw Gloria van Zijl Blankenvoort en hun zoontje Goofje met althans voor mij onbekende bestemming vertrokken. Ober! Ja! Sorry, mijn heren, maar deze plaatsen zijn bezet. Oh ja? Nou, ik zou toch zweren dat u hier alleen zat. Nou, zie mij iemand over het hoofd, papa. Ik wacht hier op iemand. Maar u bent... Die patser met die poenige kar. Die oude lul en slampamper. Die zich wat jou betreft te barsten kon rijden. En ik ben die hufter en wegpiraat die volgens u beunhazend toeristen rondsleept. U bent helemaal uit Aruba hier naartoe gekomen om mij alsnog te proberen in elkaar te tremmen. Ik denk dat u de verstandiger aan doet, nu u hier toch bent, nietwaar, om u excuses te maken. Papa komt wel zijn excuses aanbieden, maar dat betreft iets anders, broer. Wat nou, broer? Nou ja, halfbroertje. Leslie Zwanenpark, nice to meet you. How are you doing? Ja, als iedereen hier gewoon zomaar een beetje anders gaat zitten, dan zit ik niet goed. Dan hou eens even op, jij! Je bemoeit er niet overal mee, weet je wel? Ik zou maar een beetje beledigd tegen je nieuwe baas zijn, Jaapie. Ja, meneer Paul. Hoe bedoelt u? Leg niet te zeiken en haal champagne. Ik weet niet waar u zich mee bemoeit, maar ik ben zijn baas niet en ik ben niet van plan dat te worden. Ik gooi die tent hier dicht, ga er mijn softwarehouse vestigen. Ons softwarehouse, hè, Marjolein? Ja. Gaat het hier dicht? Maar u heeft toch juist vorige week onze bistro teruggekocht van Robbie van Zijl om er een Deens specialiteitenrestaurant van te maken? Vanmorgen hebben wij deze tent van Henk Paul gekocht. Dat krijg je er nog van. Waarvan? Had maar meteen het voorlopige koopcontract van Robbie getekend. Toen ik gisteravond tijdens een gezellig babbeltje aan de bar zijn motorhotel aan mijn hotelketen had toegevoegd, zei de heer Paul tegen me, ik heb ook nog een leuk bistrootje voor je. En ach...
Maar wie bent u eigenlijk? Ik ben je vader. Maar hoe... Weet jij niet hoe dat gaat? Nou, heel eenvoudig. Je stopt hem erin en dan laat je Gods water over Gods akker vloeien. En jij bent dus echt mijn broer? Ja, we hebben er tenminste nog één. Donald, twee zusjes. Je bent niet verdronken. Toen ik Nel en jou op Aruba tegenkwam, begreep ik wat ze me al veel eerder duidelijk had willen maken. Dat jij mijn eerstgeboren zoon bent. Mijn vriend, mijn vader. Mijn vader. Pa, dit is mijn rijk. Drink op. We gaan naar de notaris. Jezus Christus, hè. Waarom? Omdat Karel tekort schoot. Laat ik het zo zeggen. Bepaalde, op zichzelf ongetwijfeld goed uitgevoerde inspanningen bleven zonder beoogd gevolg. En het lag aan mijn vader dat hij mij niet kon krijgen. Als hij vruchtbaar was geweest, was jij het niet geworden? Dan was het natuurlijk op een ander tijdje uitgedraaid. Maar wees toch maar blij dat je moeder, dat wil zeggen, op dat moment was ze dat natuurlijk nog niet, dat Nel in het geheim contact zocht met mij. Waarom? Om Karels wens om zijn huwelijk met nageslacht te bekronen in vervulling te laten gaan. Of om hem te laten denken dat het tenslotte toch met hem gelukt was. En u heeft dus zomaar even... Het ging niet zonder slag of stoot, natuurlijk. Maar wou je mij iets verwijten of zo? Ja. Oké. Besef dan dat je dat zonder mijn inbreng hier nooit had kunnen zitten doen. Zoon. Waarom komt u mij dit vertellen? Dat zal ik je ook vertellen. Het moest een geheim tussen Nel en mij blijven, ja. Maar de laatste tijd is er in de media een enorme discussie over zaaddonorschap aan de gang. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat een kind moet weten waar die vandaan komt. Jij hebt recht op die waarheid. Mijn waarheid is was dat Karel mijn vader is. Was. Jouw sociale vader, ja. En dat niet langer dan een jaar of acht. Maar ik ben nog altijd jouw enige echte biologische vader. Je komt verdomme uit mijn lendenen voort. Thijsje. Ik weet niet wie die meneer is, maar als die ook blijft mee eten, moet ik er nog wel een paar aardappeltjes bij schillen. Oh, ik ben... Hou je bek. Dat ik een oude studievriend van jouw moeder ben. Mag jullie dienstmeisje dat soms niet weten? Nou, ja. Die aardappelen lijkt me niet zozeer het probleem. Dat schuilt er meer aan de lendenbiefstukje. Of ik blijf mee eten, valt nog te bezien. Maar ik wil in ieder geval nog even op Nel wachten. Oh, borrelhapjes vast ik zo weer op bij. Dank u. Dag, Simon. Zij eet ook mee. Oom Gerard en tante Tineke, wat doen jullie hier? Ja, wat doe je nou doorgaans in de keuken? Wij zijn aan het koken. Dit is Hattie. Wij zijn... Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Maar daarvoor lijkt me de slaapkamer een meer geëigende plaats. Vinden jullie zelf ook niet? Zeg, die oom Gerard, die was toch een zekere Wanda? Hoi, Thijs. Dag, meneer. Dit is Kalf. Wim Kalf met dubbel F. Een oude studievriend van mam. Die even langs kwam wippen. Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Dit is mijn broer Simon en een verloofde. Hattie Hartsuiker. Oh! Meneer Kalf, wilt u nou weggaan alstublieft? Weggaan? Ik ben hier niet voor niks gekomen, jongen. Ik ben al naar gewal geraakt. En je moeder is inmiddels vermogend. Maar jij bent voor mij nog altijd het bewijs
van onze natuurlijke verbintenis. Ik wil nu mijn beloning voor bewezen diensten. Thijs heeft in zijn onschuld weer een hitsgeer het hoofd op hol gebracht. Jij denkt echt dat die kerel wat van hem wil? Leo is nog niet teleurgesteld afgedropen of heeft er weer de volgende aan zijn broek. Misschien heeft Thijsje er ook wel lol in. Hij is in ieder geval mans genoeg om ongewenste opdringerigheid te pareren. Alles goed en wel, maar die vent kan zijn vader wel zijn. U heeft me nu wel wegens het doorlaten van ongewenst bezoek op uw matje laten roepen. Maar ik ben amper 5 minuten geleden op mijn post teruggekeerd. En ik zie niet in waarom ik mij verantwoordelijk zou moeten voelen voor het falen van een door u aangewezen, invallende, niet-professionele receptioniste. Waarom bent u eigenlijk zomaar een halve middag weggebleven? Ik ben helemaal niet zomaar weggebleven. Ik had mijn bezoek aan de tandarts hier ruim van tevoren aangemeld. Oh, en die tandarts, die zag er nog wel een gat in? Ik ben bepaald niet in de stemming voor grapjes. Meneer Born. Oh, dat is nou jammer, want er schiet me juist een hele goeie te binnen. Oh, tandarts, jammert het meisje. U doet me zo pijn. Ik krijg geloof ik nog liever een kind. Wacht even, zegt die tandarts, en ik eerst de stoel even anders. Meneer Born. Ja, gaat u nou rustig met juffrouw Rijfkogel mee, meneer Raaspit, of hoe u zich ook noemen wilt. U blijft ontkennen dat u hier vorig jaar van mij een koffertje met 6 ton aan baargeld ter behering in ontvangst genomen heeft? Nee. U wordt verstandig. Ja, ik ga u niet nog eens vertellen dat ik geen behoefte heb aan onzinverhalen van een mij onbekende, malende oude gek. Wat denkt u nou eigenlijk wel? U zou me toch op zijn minst een ontvangstbewijsje moeten kunnen laten zien. Kunt u lang naar zoeken. Zoekt u nu maar gauw die centjes bij elkaar, want ik ga vandaag nog de kwitantie halen. Deze kant op. Nee, maar dat. Had het idee om met u samen in de lift te gaan. Deze kant op! Simons vader duikt weer op. Wie had dat gedacht? Hij ging toch sterven op een berg in Zuid-Amerika? Maar zijn flappen blijven ondergedoken tussen de bergen in Zwitserland. Volgende patiënt. Tietje, ja? Jawel, meneer Born. Stuur de heer Paul en zijn klant maar binnen. Want Nel de Ressuutje is al lang geleden verdwenen in mijn onvolprezen shredder. Zwanenpark? Wat zullen we nou krijgen? Zeg, wat moet dat allemaal? Wij zijn meegekomen voor de gezelligheid. Zeg, hoor eens even. Ga niet liggen zeiken, Born. Ik heb het Molten Hotel en mijn bistro verkocht aan Edu Zwanenpark en zijn zoon Leslie. Maak die papierwinkel even in orde. Leuke lamp overigens. Thijs, ik heb mij aan jou bekendgemaakt omdat ik zelf zo goed weet wat het is om je roots niet te kennen. Mijn moeder heb ik nooit bewust meegemaakt. En wie mijn vader is, zal dat nooit te achterhalen zijn. Nou, daar schiet ik dan veel mee op. De roots die ik had voordat u zich als mijn verwekker bekend maakte, was ik beter mee uit. Dat dacht jij alleen maar. Nu weet jij beter. Ik wil ook niet dat mama te weten komt. Wat? Ze heeft mij toch benaderd? En mij bewogen om het klusje te klaren. Niet dat ik het niet met plezier heb gedaan, daar niet van, maar zij begon. Zal ik maar zeggen, dus zij... Ik wil niet dat mama weet dat ik het nu ook weet. Ga nou weg. Ik wil jouw moeder spreken. Zij moet mij nu helpen. Laat mij een financiële regeling met u treffen. Ik hoef jouw moeder natuurlijk niet te vertellen dat ik het jou verteld heb. Ga dan nu weg! Mama kan elk moment komen. Dat denk ik ook wel, Thijs. Tineke en ik zijn bijna zover met het eten. We kunnen wel vast aan een aperitiefje beginnen. Oh, wacht maar even. Nee, maar oom Jacob. Gerard, ja. Deze jongen. Ik heb nog maar even bijgetekend. Voorlopig zitten we nog even met mij opgescheept, zoon lief. Vader. Dag, schoonpapa. Jongen, heb ik er even een mooie dochter bij? En waar is Nelly? En wie is u? Oeh, een oude kennis van mama die toevallig even... Nog meer onverwachte gasten. Ik dacht
dacht dat je zuster ons had uitgenodigd voor een intiem dinertje aan petit comité. Ik weet niet voor wie je wat voor potjes allemaal op het vuur hebt staan. Mijn moeder heeft vanavond voor ons gereserveerd in Royal. Boom eruit gerukt. Jacob, niet dood te gaan? Nee hoor, ik kan alles nog bewegen. Alleen een beetje slapjes hier en een beetje slapjes daar en voor de rest. Mag ik u even voorstellen, mijn vader, Edu Zwanenpark uit Aruba. En mijn broer Leslie met zijn kerstverse vriendin Titia. Ga zitten, pa. Ik voelde dat ik mee moest gaan. En laat ik hier nou meteen de volgende dag het liefste en mooiste meisje van de wereld ontmoeten. Ja, en ik dacht, nog één dag aan knopen bij meneer Born op kantoor. And it happens. My prince has come. Goeiedag! Goedenavond allemaal. Mag ik jullie even voorstellen? Dit is Albert van Rossum. Nou maar. Mijn vriend. Dag. Jacob Raaspit, de vader van Simon. Edu Zwanenpark, de vader van Govert. En Wim Kalf. Wim. Een oud studievriendje van Nelly. Wacht even! Dit is Dorothea, mijn vriendin. Dorothea van der Gaft. Thijs heeft me al zoveel over u allemaal verteld. Ik stel het bijzonder op prijs kennis met u te kunnen maken. Ja. Nou, daar gaat hij hoor. Ja, ik ben er wel. Woont hier ook Simon Raaspit? Dat ben ik. En wie ben jij dan wel? Ik ben Danny van het Nieuwe Gein. Mijn moeder is vorige week gestorven. Ik heb verder niemand meer. Ga maar naar Simon Raaspit, was het laatste wat ze zei. Hij is je vader.